Hier zie je een doodgewone berg met aardappels. Maar als je heel goed kijkt, dan valt wat op. Bij sommige van deze aardappels zijn winterpuntjes verschenen. Die puntjes kunnen uiteindelijk uitgroeien naar een plant. Hoe zit dat nou precies? Een aardappel is een knol. En dat betekent dat in die knol, dat is eigenlijk iets wat een plant van zichzelf aanmaakt, aan zijn wortels er heel veel voedsel wordt opgeslagen. Dus deze witte puntjes gebruiken uiteindelijk het zetmeel, suikers, die hier in een aardappel zitten om uiteindelijk een grote plant te worden. In het begin kan namelijk een plant nog niet aan fotosynthese doen. Al helemaal niet als deze puntjes nog wit zijn. Zoom even in op deze aardappel. Hier zie je al namelijk dat die puntjes al iets groter zijn geworden. Nou, deze puntjes kun je gebruiken om zelf een aardappelplant te laten groeien. En dat is eigenlijk heel makkelijk door deze aardappelen te poten. Een aardappelteler gebruikt eigenlijk altijd pootaardappelen om zijn eigen aardappelen te telen. En die kan hij natuurlijk kopen. Nou, even nog kort inzoomen. Waar komen die puntjes dan vandaan? En je ziet hier eigenlijk een aantal puntjes en die worden namelijk oogjes genoemd. Dus dat zijn plekken waar een plantje uit kan groeien. Je ziet het al, deze aardappelen zijn al wat ouder. Die beginnen al een beetje te verschrompelen. En dat is eigenlijk het moment dat die plant denkt, nou, ik ga iets nieuws worden. Dus dat is wel heel leuk. Ik ga even laten zien hoe je dat poot. Dus nou, bijvoorbeeld hier. Dus zo. Nou, weer een kleintje. Dus die stop ik hier. Nou, als je dan bijvoorbeeld een wat grotere aardappel hebt. Zou ik denk ik adviseren om in stukjes te snijden. Waarom? Het is nogal een flink ding. Dit kan je technisch gezien nog eten. Dus het zou ook zonde zijn om daar niks mee te doen. Maar het is heel goed om dit even af te snijden. Want er zijn al wat punten waar die al is ontkiemd. Dus dat heeft hij al gedaan. Daar heeft hij al energie voor gehad. Kan dat gewoon snijden. En dat dan in de grond poten. En dan heb ik hier een aardappel die ik sowieso niet meer zou eten. Dus we gaan gewoon kijken wat er gaat gebeuren.